Robert Maaskant is komend seizoen de nieuwe trainer van FC Groningen. Maaskant tekent een contract voor 1 jaar bij de Trots van het Noorden. Het heeft te maken met dat ik Groningen een mooie club vind. Een levendige club, dat vind ik heel belangrijk. Dat er een beetje reuring is, dat er wat te doen is. En dat heeft Groningen absoluut. Punt 1 is Robert Maaskant een ervaren trainer, hè, 13, 14 jaar trainer. Wij denken dat het erg belangrijk is, want wij hebben, het is bekend, een hele jonge spelersgroep. Die een slechte tweede seizoenshelft hebben meegemaakt. Dus is het goed dat je een geroutineerde trainer hebt. Ten tweede is van Robert Maaskant ook bekend dat het een trainer is die wel wat flair heeft. En ik denk dat ook een eigenschap is welke wij heel goed kunnen gebruiken op dit moment. Daarnaast weten we dat het ook op het trainingsveld een hele dominante trainer is die kort op de groep zit. Dus wij denken dat toch eigenschappen zijn welke op dit moment voor een trainer van FC Groningen heel belangrijk zijn. Robert Maaskant komt over van de Dutch Lions uit Texas. Dat is een club die uitkomt in de derde divisie van het Amerikaanse voetbal. Vorig seizoen was Maaskant ook geregeld analist voor Eredivisie Live. En in die setting heeft de FC Groningen meerdere keren aan het werk gezien. Wat me daarin is opgevallen is dat er toch wel een bepaald gebrek aan agressiviteit en persoonlijkheid was in het elftal. Om de ploeg over dode momenten heen te helpen. En het contrast tussen de eerste seizoenshelft en de tweede seizoenshelft is veel te groot geweest. Dus daar zal verandering in moeten komen. Dat zal met de spelersgroep heel duidelijk zijn. Daarop zijn er een aantal nieuwe jongens gekomen al. Dat brengt in ieder geval nieuw elan. En goed, met mijn werkwijze zal de hopelijk een ander Groningen zien dan het laatste half jaar. Gisteren presenteerde FC Groningen ook al 3 nieuwe aankopen. Michael de Leeuw komt over van de Graafschap en tekende voor 3 jaar. Gennaro Zeefuik tekende voor 4 jaar en hij komt over van NEC. Mitchell Schet tekende een contract voor 3 jaar en hij komt over van RKC. Ik ben gewoon een snelle buitenspeler. Met een goede voorzet, een goede actie. Iemand die de bal kan vasthouden en doelpunten en assisten verzorgen. Ik ben een aanvallende middenvelder. In een 4-4-2 kan ik ook om een sterke balvaste spits spelen. Ik ben een speler die altijd wel zijn goaltje meepikt. Ik ben een harde werker, om het zo maar te zeggen. Iemand die sterk in de lucht, groot loopvermogen en een echte teamspeler. Dan nog even terug naar vandaag. Robert Maaskant vindt het belangrijk dat hij als trainer van FC Groningen ook in Groningen woont. Kijk, de club is een onderdeel van de stad. En als je die club wil begrijpen, moet je ook de stad begrijpen. Dus daarvoor woon ik graag in de steden waar ik werk. Dus ik ben op zoek naar een appartement. Dus mensen die voor weinig een leuk appartement hebben, bel eventjes. Op 24 juni is de eerste training van FC Groningen. En dan zal Robert Maaskant voor het eerst op het veld staan.